Rond de bevrijding komt het voedsel uit de lucht vallen. De geallieerden droppen voedselpakketten boven het westen van Nederland. In de pakketten zitten onder andere blikken vlees, kaas, koffie, thee, chocolade en kauwgom. Julius Jaspers is restauranthouder en bekend van de kookprogramma's Masterchef en Topchef. Wat zal hij maken met de producten uit het voedseldroppingspakket? Hoi Julius. Hoi. Ik heb iets voor je meegenomen. Ik zie het staan. Het zijn de verpakkingen die in de voedselpakketten zaten die de geallieerden dropten boven Nederland rond de bevrijding. Dit zijn de originele verpakkingen. Ja. En ik heb ook voor je hedendaagse verpakkingen meegenomen. In een mystery box. Ja, ik heb het nu even in een kistje gedaan. Het zat in grote kartonnen dozen. Wat zit er allemaal in, joh? Ja. Dat is ham. Ja. Zat er toen ook in. Even kijken. Ja, het ziet er toch even wat ziet anders uit. Ziet er iets anders uit, ja. Ja, ja. Oké. Okay. En deze? Dat is karamel. Karamelsnoepjes. En die zaten er ook in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat je nou op een gegeven moment wel een beetje zin hebt in wat zoets. Ja, alles ook gemist ellende. In de oorlog. Ja, ja. Ja. Ik ben benieuwd of jij iets kunt maken nou, met ik denk dat we wel wat iets, hierin zit. Iets kunnen koken hiervan. Laten we het proberen. Oké, okay, ja. Ben benieuwd. Nou, dan gaan we beginnen. Ja, wat gaan we koken? Laten we beginnen met de ham. Die heb ik hier. En wat is dat? Bacon. Oké, okay, ja. Die kwam toen uit blik. Die hebben we niet meer in blik. Dus die is nu vers. En er zitten twee dingen niet in blik. Een bloemkool. Ja, nou, zaten geen verse groenten in de pakketten. Nee. Maar ze waren wel te koop. Ze waren wel te koop. Op de bon. En ik heb, om een beetje smaak eraan te geven, en die waren toen ook te koop, heb ik nagezocht, een ui. Klopt, ja. De bacon gaan we in blokken snijden. En dat gaat hier op de grill meteen. Ik denk niet dat er in die tijd heel veel gas was. Dus ik denk, ik ga maar zoveel mogelijk nabootsen. Perfect. Zodoende. Ja, er was tekort aan brandstof, dus dat klopt ook helemaal. De bloemkool, daar maken we een bloemkoolsteak van. We gaan de rest natuurlijk niet weggooien. Er werd helemaal niets weggegooid. Nee, ik denk en ook het groen van de bloemkool werd aangeraden om te eten. Ja. Kijk, die passen er mooi. Ik smeer er een beetje boter op. En bloemkoolsteak, een beetje het gevoel van vlees krijgt het dan ook op. Ja, je houdt hem de cuisson een beetje stevig, hè? Dus de garing, het wordt niet zo papperig. Ja, en hij heeft gewoon heel veel smaak, krijgt hij erdoor. Nou, het lijkt me super lekker. Het mooie van aardappelpoeder is dat het eigenlijk meteen al ready to use is. Heet water. Kijk, die puree is wat dik. Maar ik ga daar zo meteen nog vet doorheen doen van de worstjes en de spekjes. Het begint al goed te ruiken. We gaan de saus verder maken. Die heb ik hier staan. Die worstjes die snij ik nog even. Als jij de tomaten erbij doet, dat mag er allemaal bij. Ja. Oké, dan gaan we de aardappelpuree afmaken. Wat gaan we daar nog mee doen? Daar gaan we de spekjes doorheen doen. Het restant van de spekjes. De kaantjes zijn de kaantjes, ja, heerlijk. De saus. Kijk, hij is al mooi een beetje dik geworden. Ja. Flinke schep mosterd er doorheen. We hebben de ham, die ging heel hard. Dus die heb ik even in een schaaltje gedaan. We hebben de saus. En we hebben de puree. Goed, we gaan beginnen met de puree. Zo. Zo, mooie plakken, mooi warm. Bloemkool. Ja, ziet er heel mooi uit ook. Ja, die is zo lekker. En dan de saus. Het is stevige kost geworden. Ja, het ziet er maar prachtig uit. Mensen hadden ontzettend honger. Ja. Ik weet lekker niet vlees. Of ze het zo opgemaakt zullen hebben, want de schaarste was niet meteen voorbij. Nee. Maar ze hebben wel dat vet en dat vlees vooral gemist. Precies. Dus ze zullen hier zeker van genoten hebben. Nou, laten we het gaan proeven. Ja, ik ben heel benieuwd. Een beetje van alles proeven. Het gaat om de combinatie. Ja, precies. Ja, die saus is expres een beetje grof, hè? Dus ui, een beetje worstje, een beetje spekje. Ik vind het heel lekker. Voor de 4-5 blikjes die we uit het pakket hebben gehaald, denk ik toch dat we een heel eind gekomen zijn. Ja, een hele rijke maaltijd hebben we ervan weten te maken. Nou, mooi zo. Top. Dankjewel, jullie. Graag gedaan. Oké. Okay.